Maar weet je wat? Dit is de prijs van Bitcoin op 31 december. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En de meest gestelde vraag is... kan de Bitcoin koers in 2023 een nieuwe all-time high gaan bereiken? Dat is de vraag die wij veel in de mailbox en in de DM's krijgen. Maar om die vraag goed te kunnen beantwoorden... is het eerst belangrijk om te kijken wat is het gevolg van deze stijging. Waar komt deze stijging in vredesnaam vandaan? Dat is ook een vraag die ik heel veel voorbij zie komen. En de achterliggende reden van deze stijging is bijna niet te achterhalen. En om eerlijk te zijn, is het ook niet echt heel erg belangrijk. Is misschien een klein beetje anticlimax dit. Maar iedereen wil altijd maar weten, waar komt dit door? Ja. Waar komt dit vandaan? En stel nou, ETF wordt dadelijk goedgekeurd. Ja. En de prijs gaat omhoog. Ja. Dan zegt iedereen, ook wij, dit komt waarschijnlijk door de ETF. Ja. Maar je weet, er staat nergens in geen enkele candle beschreven... deze candle is vandaag omhoog gegaan omdat er een ETF-goedkeuring is geweest. Je kan het nooit 100% pinpointen. Waar je wel 100% zeker van uit kan gaan, en dat is wel wat belangrijk is, want dat is uiteindelijk waar het om draait, is dat er feitelijk op dat moment, als de prijs omhoog gaat, er meer mensen bereid zijn om Bitcoin te kopen. Ja. En dat is een feit, want de prijs gaat alleen omhoog als er meer mensen bereid zijn om Bitcoin te kopen op dat moment. En dat is wel iets wat je kan zien en dat is ook iets waar je iets aan hebt. Ja, maar zo moet je er ook over na gaan denken. Kopers en verkopers en hoeveel bereidheid is er om iets te kopen. En in dit geval gaat het om Bitcoin. Exact. En waarom die kopers er komen, maakt niet uit. Die prijs gaat omhoog, mensen zijn bereid om te kopen. Bitcoin is sinds het begin van het jaar al gaan stijgen. We hebben al een dikke 150% plus in de pocket. Vanaf 15k zijn we volgens mij gekomen. Nou, we hebben gewoon een hele mooie run gemaakt. We hebben nog maar 3 weken richting het nieuwe jaar. Ja, in de titel staat, kan Bitcoin koers nog een nieuwe all-time high in 2023 behalen? Ja, dat moet betekenen dat we in 3 weken naar de 69k moeten dollar technisch. Ik denk dat het misschien een beetje overdreven is. Maar wat je er net al aangaf, al die extra informatie, ook dat stukje tijd, dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom... is Bitcoin een goede investering? Kan je centen verdienen met Bitcoin? En of dat dan een weekje later is of een maandje later... dat moet niet zo heel veel uitmaken. Maar we hebben natuurlijk wat informatie tot ons beschikking. Ja. Daar hebben we gewoon al filmpjes over gemaakt. Ga ik niet helemaal herhalen. Als je daar geïnteresseerd in bent, moet je die filmpjes gaan kijken. Een heel filmpje over de ETF is super belangrijk, fundamental, technisch. Ja. Hebben we nog een ander filmpje? Oeh! Blij over de halving. Ja. Fundamenteel. Belangrijk nieuws. Zit er ook aan te komen. En dat zijn de 2 punten. Waardoor je kan zeggen. Oké, Bitcoin is meer waard geworden. Gaat nog meer waard worden. Ja. Dat is ook de reden dat mensen Bitcoin willen kopen. En voor de rest. Alle extra informatie is niet zoveel waard. Dat is ook zo. Even een disclaimertje. Die video is echt beter dan de foto. Echt waar. Ja? Nee, maar dat is ook zo. Weet je, het is niet zo heel veel waard. En ik denk dat dat ook weer, hetzelfde als met traden, het stukje bias loslaten, het stukje voorkeur loslaten, geeft je veel meer rust, veel meer overzicht. Gaan we omhoog, gaan we omhoog. Ja. Gaan we omlaag, gaan we omlaag. En als je dat hier ook in je kopje houdt op die manier, dan heb je veel meer rust in je hoofd. Ja, maar je kijkt gewoon rustig naar de cyclusvorming en je hebt gewoon... ga ik ook niet in deze video helemaal aanhalen. De opbouw en de expansie en het terugtesten van prijs. Terugtesten van prijs is natuurlijk wel interessant. Komen we daar later op terug om eventueel entries te zoeken. Maar we gaan langzaam die boommarkt in. De boommarkt hebben we al lang geconfirmed. Dat betekent dat je hogere prijzen verwacht. Ja. Dat betekent dus dat je sowieso dat rendement wat ik er net heb aangehaald, dat kan je maken. Dat is de verwachting, want dat is de opgaande trend. AKA boommarkt, weet je hoe je het ook wil noemen. Maar dat betekent niet dat je altijd à la minuut moet kopen. Dat betekent dat je koopt als de prijs gunstig is voor jouw geval. En dat doe je dan op een terugtest, dat doe je op rode candletjes, dat doe je op pullbackjes. Wat zien we nu op die chart? Hij staat nu op de weekly. Groene jacko zie ik staan. Alleen maar up, up, up. Ja. Maar ik wil toch in positie komen, want ik vind dat vervelend. Ja. Nou, wat je dan kan gaan doen, is je kan gaan inzoomen. Dan krijg je meer constructies. En als je steeds meer gaat inzoomen, dan zal je steeds meer constructies zien en punten die je kan terugtesten. Er komt soms een moment dat je misschien wat agressiever moet worden. Is ook zo. En als jij kijkt op inderdaad een weekly, dan zie je alleen maar groene jackerino's. Alleen als je naar een daily of een 4 uur, misschien zelfs een uur chart gaat, krijg je veel meer informatie en veel meer
stukjes houvast waar je uiteindelijk kan gaan kijken naar entries. En die punten zijn dan vaak ook wel iets agressiever, maar je moet in dit soort prijssentiment iets agressiever zijn. En dan kom je snel bij deze chart uit. Dit is hem. Alles is gevuld. Alles is fucking groen. Ja, alles is groen. Er staan links en rechts nog wel wat ordertjes. Daar gaan we zo meteen ook eventjes naar kijken. En we gaan weer ordertjes plaatsen. We krijgen natuurlijk heel vaak de vraag. Allereerst laat ik dat nog even duidelijk maken. Wij vinden het heel erg tof om te delen. Oké, zo doen we dit. En dit is waar we naar kijken. Maar ik zie ook mensen die echt wachten op de spotvideo elke week. Omdat er prijsactie is geweest. Omdat ze willen weten waar ze in moeten stappen. Je moet nog steeds je eigen plan maken en je eigen ding doen. Wij willen laten zien dat wij dit kunnen. En dat wij hiermee bezig zijn. Maar het is niet een signal die je direct moet kopiëren. Je moet nog steeds gewoon lekker je eigen ding doen. Want je leert niks van iemand kopiëren. Nee. Maar ja, er zijn weer wat ordertjes gehit. Zullen we gelijk eventjes richting Bitfavo zelf even gaan? Wil ik hier even openen. Maar laten we hem even afronden voor het mooie. Dat mag wel in dit prijssentiment. 3000 euro. Ja. Dat betekent, hoeveel procent winst hebben we in de tas? 50% winst. We zijn met 2000 begonnen. Ja. Hebben we gewoon een 50% winst in het tasje. Ja, nou ja. Er zijn mensen met hele grote portemonneetjes in deze wereld. Ja. Die tekenen voor 6% per jaar. Ja. 50% hebben we in een jaar hebben we gemaakt. Dat is gewoon dikke prima. Dat is gewoon dikke prima. En nogmaals, we zijn dus bezig met percentage. Dat is waar je naar moet kijken in deze serie. Want ik krijg ook nog steeds iedere video te horen. Ja, maar als je Bitcoin had gekocht op 15k had je nu veel meer winst. We zijn bezig met trades maken, met percentages winst. En 50% in een jaar is gewoon helemaal top. Daar is niks mis mee. En natuurlijk zijn het kleinere bedragen, maar we willen het ook realistisch houden. Ja, maar ja, had je dit met een ton gedaan, dan had je nu 50.000 euro. Hebben we ook wel gedaan. Dus dat is ook niet nieuw. Maar het is tijd om ordertjes te gaan plaatsen. Zo, en we zijn wel ver weggelopen hoor. Ja, nou, wat is dit? Hier staat niks meer boven. Joi. Het is inderdaad tijd om eventjes iets te gaan doen. Maar dat betekent dat we dus ook geen positie meer hebben. Ja, ik wil wel even dan... Kunnen we niet even... Nee, maar we moeten iets agressiever. We moeten iets agressiever gaan zijn. En ik vind het wel jammer om te zien dat deze nou net... Ja, dit is wel weg. Hier had ik eigenlijk gewoon willen kijken naar een positie. Ja. Het enige wat ik wil doen als eerste, en dat maakt het ook makkelijker. Kijk, ik kan hierheen gaan en in de chart gaan tekenen. We zetten hem ook zo meteen in de chart. En dan moeten we weer gaan berekenen en gaan doen. 24... Wat voel je daarvoor? Ja, die moet omhoog. Oké, okay. Nou, dat dacht ik ook. 24 moet omhoog. En ik denk dat als wij kijken naar de top hier. Denk ik dat dit een mooi prijspunt is. Ja. En dan heb je het gewoon over de bovenkant van deze prijsrange uiteindelijk terugtesten. Hè, in een move naar beneden. Ik denk dat dit een prima prijspunt is. Ja. Hebben we een van die orders hebben we in een flits hebben we al verplaatst. Dan hebben we ook nog wat punten in het account staan. Ik wilde nog eentje agressiever. Mag dat? Dat mag. Ja, ik wil gewoon wel zo snel mogelijk weer in positie komen. Nee, maar je zit in bull market territory. Ja. En ook, want dit is natuurlijk iets anders dan dat je normaal gesproken spot trade, heb je veel ruimere moves. Dan zeg je, oké, op de pullback, bear market, ga ik lekker op mijn gemakje inschalen. Naar boven ga ik op mijn gemakje uitschalen. Maar ja, dan kunnen we niet elke maand een video maken en dan wordt het een hele saaie serie. Nog steeds doen we ook dit met het oog op een 100.000 bitcoin, want daar hebben we nog steeds vertrouwen in. Dus stel we komen onder water. Ja. Stel we komen in een periode dat we wel weer naar 20k gaan. Lig ik er ook nog steeds niet wakker van dat dat gebeurt. Maar ik denk dat dat een mooi punt is. 6,5. Ik zit daarnaar te kijken. 36... 36, 5, 4, 5. Zet het er maar gelijk in. 36, 5, 4, 5. En dan doen we gewoon voor dit. Kataal, confirm, hij staat erin. Bam, die staat er ook in. Nice. Wil ik ook nog eventjes, want dat is ook wel een dingetje, wil ik ook nog eventjes richting Ethereum. Want Ethereum, daar staan wel orders nog aan de bovenkant. Ja. Maar ja, we zitten op 2000. En als we kijken naar het onderste ordertje op 13 zoveel, dan denk ik... Ah, die staat wel heel ver. Maar ik denk dat die kan je nu niet meer verschuiven. Omdat, inderdaad door de punt. Dus, dus die halen we weg. Maar weghalen. Waar gaan we kijken? Ja, we gewoon... Want ik denk... 1900, hier, ja, daar. Ook bovenzijde ongeveer van deze constructie hier. Zeg. Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. En dan maken we ervan 1930. Ja. Maken we ervan mee. Je moet ook niet zo. Je moet met dit soort dingen niet zo moeilijk zijn. Kijk, met traden, als je echt low time frame, dan moet je even gaan fine-tunen. Ik wil gewoon in positie komen. 19.
31. Nee, maar ja, je bent bezig met fine-tuning, je bent bezig met stoplosses, je bent bezig met TP's. Dit zijn gewoon spotposities. En dan maakt dat dollartje verschil, maakt niet zo heel veel uit. Ze staan er weer in. Ze staan er weer in. De ordertjes. Ik heb gewoon weer, ik wil weer geld verdienen. En, nee, maar dat voelt toch lekker. Je maakt gewoon... Dit is heel easy. Dit doen we één keer per maand. Pakken we hem erbij. En je pakt gewoon 50%. Ja, maar... En je hebt niet zo heel veel gedaan. En weet je wat het is? Dit is in mini-modus. Ook gewoon eigenlijk. Ja, die doet meer DCA misschien. Maar wat een sailor doet. Die hebben ze ook uitgelachen dat hij onder water staat. Je staat hier. Je kan hiermee onder water staan. Maar het grootste verschil is wel, ja, het grootste verschil met een sailor is wel dat wij winst nemen aan de bovenkant. En dat doet hij niet. Dat is waar. En daardoor kunnen wij lager weer inschalen. Dus... Dat is waar. Maar goed. Dit was de aflevering van de Spot-serie ook meteen weer. Vond je dit weer een toffe video? Hoe denk je zelf over Bitcoin? Altemaai 2023. Wij zeggen, kans is vrij klein. Maar ik sluit niks uit bij gekke Bitcoin. Wat denken jullie zelf? Laat even een leuke reactie achter onder de video. Abonneer voor het kanaal. Smash even op de duim. En onderaan de video komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Vind je alle informatie over traden en investeren. En wat wij jullie daarin kunnen bieden. Bedankt voor het kijken. En graag tot volgende keer. Laters.